Snelheidsbeperkingen, fietsstraten en trajectcontroles. Dat waren de speerpunten van het circulatieplan dat Aalter in 2021 invoerde. Allemaal om de gemeente zo veilig mogelijk te maken voor fietsers en voetgangers. En het resultaat mag er zijn, zegt de burgemeester. Wat we gezien hebben is een spectaculaire daling van het aantal ongevallen. Eigenlijk zijn die nu statistisch verwaarloosbaar geworden en zijn er bijvoorbeeld op de plaatsen waar we trajectcontroles hebben op gemeentelijke wegen alleen nog heel weinig en echt weinig ongevallen met stoffelijke schade. Er zijn dus eigenlijk geen gewonden meer in die piekperiodes en ook op die plaatsen waar we controleren. Dus het heeft zijn doel bereikt en we kijken nu nog hier en daar, omdat sommige mensen zeggen, daar kunnen we wel nog een kleine uitbreiding hebben, wat we ermee kunnen doen. Daarnaast zet het gemeentebestuur in op sensibilisering bij autobestuurders. Dat doen ze nu, in aanloop naar het nieuwe schooljaar, door op 10 strategische plaatsen snelheidsinformatieborden te zetten. De inwoners van Aalter lijken de situatie al goed gewoon te zijn. Maar Aalter blijft een knooppunt van veel wegen. Het is vooral het doorgaand verkeer dat soms nog voor problemen zorgt. Zoals bijvoorbeeld hier in de Hellestraat in Knesselaren. Kritieke plaatsen zijn natuurlijk waar je verkeer hebt dat eigenlijk van buiten de gemeente op het grondgebied komt en die de gemeente als een soort doorgangsweg bezorgt. Dat is soms het geval op de Deinse Steenweg, de Heirstraat zoals we die noemen, maar dat is bijvoorbeeld ook het geval in de Hellestraat in Knesselaren. En vanaf 13 september komt daar ook een proefproject met een trajectcontrole en dan kunnen we op basis van gegevens een effectieve trajectcontrole gaan doen om zowel een tonnagebeperking als ook een snelheidsbeperking te gaan invoeren, wat natuurlijk de druk van het verkeer zal doen afnemen. De gemeente wil ook nauw samenwerken met de buurgemeente om de situatie zo veilig mogelijk te maken. De fusie met de politiezone Maldegem moet een grote stap in de goede richting worden. Wel, we hebben dat eigenlijk al gedaan, omdat heel veel van die gewestwegen, aders en slagaders zijn, naar onze buurgemeenten. Bijvoorbeeld naar de gemeente Sint-Joris ten Distel. Beernem ligt in de provincie West-Vlaanderen. We hebben natuurlijk ook de Knokkenweg die ook het grondgebied van Maldegem doorkruist. Binnenkort, of eigenlijk zijn we al een ingemaakte politiezone met Maldegem. En we proberen ook onze maatregelen nu reeds over heel dat grondgebied te gaan organiseren en te coördineren. En dat lukt goed.